Gegroet mensen, beste fans, het is dinsdag, de belangrijkste dag van de week. Want deze avond is het de Dinsdagclub en dan verwacht ik jullie allemaal om te komen bewonderen Hans de Boy, die in de Dinsdagclub zelf zijn debuut doet. En Sjane van Kouwenbergen, die prachtige tapdans komt brengen. Owen Gray, Peter Holvoet Hansen. Dus wat een ongelooflijk gezellig programma vanavond van 7 tot 10 s'avonds. In de transit per Mekro de Borse Steenweg. Maar nu, zoals jullie kunnen zien, ben ik niet in de transit, waar ik vanavond wel ben voor dat geweldige feestje. Maar nu ben ik op de persvoorstelling van Zuiderzinnen, waar we nu dus inderdaad Zuiderzinnen de wereld in gaan sturen onder auspicie van Luc Huibrechts, de grote directeur. Maar ook Jeroen Olieslagers is hier. En Ernst Leuf. En Axel Dazeleire. Dus al de usual suspects. De zoon van Luc Huibrechts en Philip Goldface, die jullie gemist hebben in Oostende, want die was even time-out. Maar nu is hij alweer terug. Die krijgt ze ook niet langer dan een halve dag kapot. Dus het is het schoonverdiep, het stadhuis van Antwerpen, waar ik zelf nu weer al 12 jaar geleden officieel werd geridderd tot Antwerpse nachtburgemeester door toenmalig schepen van cultuur, Philip Heylen. Prachtig gebouw hier. Ik heb het voor een groot deel zelf ontworpen. En als ik het nu terugzie, dan denk ik van, wel, ik ga er niks aan veranderen. Misschien dat ik dit gedeelte ga verkopen binnenkort. Maar voor de rest is het eigenlijk nog allemaal naar mijn zin. Lang ga ik niet kunnen blijven. Ik hoop hier eigenlijk alleen maar de fotoshoot te kunnen meedoen om in de Gazette van Antwerpen te belanden. En voor de rest eigenlijk niks, ja. Hier is een man die toen ik bij hem in de woonkamer optrad, nu exact een jaar geleden, toch kwam zeggen van, hey, je mag mijn living niet filmen. Deze living mocht je filmen. Ja, ja. Dat is ook uw living. Het stadhuis is ook uw living, Vital. Dat is Luc Huibrechts, de CEO van Zuiderzinnen. En de wereldberoemde dichter, Michael van der Bril. Hoe is alweer jouw laatste dichtbundel, weet je alweer? Op de weg van Appia. Op de weg van Appia, prachtig geïllustreerd. Ja. Inderdaad. Door welke illustrator ook alweer? Bart Pluim. Bart Pluim. Ik heb het boek in mijn kast liggen, dus in mijn volgende vlog zal ik jullie het boek helemaal laten zien en zelfs fragmentjes uit voorlezen, als dat copyrightmatig gaat mogen natuurlijk. Zeg Michel van der Bril, wanneer kom jij nog eens in de Dinsdagclub spelen? Want dat is ook al 11 maanden geleden. Hè? Toen was hij daar samen met zijn broer, Philip van den Bril. En die broer is getrouwd met Lady Lynn. En deze Lady Lynn die treedt op in de Dinsdagclub volgende maand, 26 oktober, donderdag 26 oktober, wanneer we met de Dinsdagclub nog eens in de Minnaarschouwburg zitten. Inderdaad, hier is een man, Axel Dazeleire, en die maakt reclame voor zijn t-shirts. Is waar, Axel? Ja, en ja. T-shirts, niet alleen die van mij, maar ook die van deze man. Inderdaad, we hebben allebei een t-shirt gemaakt. En, voilà. En de slogan op mijn t-shirt is, leef alsof je geniaal bent. Voilà. Want je bent niet geniaal, maar dat wil niet zeggen dat je niet moet doen alsof je geniaal bent. Wat is jouw slogan ook alweer, Axel? Mijn slogan is, nog nooit was ik zo naakt en in het minst op zoek naar kleren als bij jou. Oh, dat is super romantisch. En ik hoor jou 26 oktober zeggen, dat is toevallig mijn verjaardag. Echt? Ja. Kom je dan in de Minnaarschouwburg optreden met de Dinsdagclub? Dan ben je nog eens in Gent. Die kans bestaat wel. Ja. Maar dan moet ik eerst met zijn boekingsagent en zijn managementbureau onder andere. Maar wat moeten mensen tenslotte nog doen als ze jouw t-shirt willen kopen? Het beste dat ik kan doen is nu zondag op 17 september naar Antwerpen-Zuid komen. En dan is er een standje naast het museum waar ze prachtige ingebonden lederen boeken verkopen. En die t-shirts van Vital en van mij. Alleen met onze quote. Voilà, dames en heren, nu zijn jullie weer helemaal gebriefd. Moeten jullie later niet zeggen, wij wisten niet waar dat ergens was. Het is nu zondag aan het Museum van Schone Kunsten. T-shirts van Don Vitalski en van de illustere Axel Dazeleire. Hier hebben we nog een usual suspect, namelijk Ernst Leuf. Ernst, hoe komt het ook dat jij zo fel verbonden bent met Zuiderzinnen? Omdat ik daar dus van de allereerste versie, dat was in 2000, geloof ik, toen was ik niet gevraagd. Ik wist van niks ook. En godverdomme, wat een schande. Dat was heel erg. En toen ben ik in mijn eentje op straat gaan staan. Om toch te zingen. Om er toch bij te horen. Dat heeft Billy Bragg ook eens gedaan met Werk voor het Werk. Hè? Die ging gewoon aan de ingang staan met zijn... Echt, ja? Ja. En sindsdien heb ik dus eigenlijk
altijd meegedaan. Maar Ernst, weet je wat jij nu ook gedaan hebt met deze editie? Je hebt enorm hard ingespannen voor crowdfunding. Ja. Maar waarom vecht je niet voor je eigen geld om je advocaten te betalen, ja, maar wel voor het budget van Zuiderzee? Dat is dus een heel groot probleem, omdat ik kan niet voor mezelf opkomen. Dus vanaf het moment dat ik iets voor een ander kan inzetten, ja, maar dat doe ik eigenlijk goed gedaan. Heb ik goed gedaan. Dat durf ik dan ook te roepen, steun nu. En ik durf dan ook te zeggen, jullie stel ik je verrekte, zuinige klootzakken, waarom heb je nog niet betaald voor het beste festival van het woord? Kan ik niet zeggen, help mij nou eens een keer. Help mij persoonlijk, mijn rekeningnummer. BE 94 3208 5 14. Geef daar nou eens geld aan. Kan ik dus niet. Nee, dat snap ik. Omdat natuurlijk dan tast je eigen status aan. Ja, omdat je toch wil dat mensen... Maar ik heb dus zware geld. Je wil geld zijn, je wil geen schooien. Je wil niet de waarheid vertellen dat je dus elke maand moet beginnen met €650 aan de belasting. Je staat toch min 650. Ja, je begint altijd met die belasting. Ja, dat is het nare eraan. Ja. Maar ik ondertussen zit wel naar die mooie dingen te kijken en sta ik wel mooi in het... Het lijkt eigenlijk een pre-Raphaëliet, is zo'n zwak aftreksel van de pre-Raphaëliet, hè? Ja, daar heb jij meer verstand van dan. Nou, nee, ook niet zo heel veel. Maar natuurlijk, de pre-Raphaëliet, het enige dat ik ervan af weet, is dat die goed bevriend waren met Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, de schrijver van... Alice in Wonderland. Ah, okay. Die was goed bevriend met verschillende schilders van die school. Dat weet je dan wel weer. Dat dan wel, omdat ik daarin gespeeld... Ik weet heel veel van Lewis Carroll. Ah, okay. Omdat ik daar ook lezingen over geef. Want ik bewonder jou trouwens van jouw leraarkwaliteit. Ja, ja. Als ik dat soms online zie. Want je bent volgens mij een hele populaire leraar. Wel, dat begint nu wel. Vroeger wist ik niet goed hoe ik me moest profileren. Maar nu ben ik gewoon op een manier mezelf heel chillax en... Daar houd ik wel redelijk van. Maar ja, je blijft als leerkracht toch de vijand van het volk. Ja, sowieso. Kan je doen wat je wil. Goed, dames en heren. Ik ga jullie ongeveer met rust laten. Kijk, hier is ook de illustre Jeroen Olieslagers. Jeroen, waarom vind jij dat mensen naar Zuiderzee moeten komen? Waarom kom je dat hier verdedigen? Oh, ik kom dat zelfs niet verdedigen. Waarom zou ik het verdedigen? Je bent toch op een persvoorstelling? Ik ben wel op een persvoorstelling, maar dat is niet noodzakelijk een rechtszaal. Dus ik kom hier helemaal niks, verdedigen. Nee, maar je bent toch op een persvoorstelling? Dus je wilt toch bekendheid geven, bedoel ik? Ja, ja. Nee, dat is iets anders. Nee. Je hebt gelijk. Zuiderzinnen is terug uit de as herrezen van zoveel jaar geleden. En als schrijver vond ik altijd dat een van de fijnste festivals, trouwens. Waarom? Omdat er altijd zo'n breed publiek op afkwam. Publiek dat ik toen, als jonge schrijver, helemaal niet wist te bereiken. Nou. En extreem laagdrempelig. En dat ben ik nooit vergeten. Ja, ja, want jij blijft dan eigenlijk trouw aan die roots. Jij zult niet zeggen van ik heb dat publiek dat niet meer nodig op die manier. Jij blijft trouw aan je roots. Ja, trouw aan mijn roots. Ik heb altijd... Maar ik was toen zo arrogant dat ik dacht dat ik dat publiek helemaal niet nodig had. Tot ik dat publiek zag natuurlijk. En, tot ik echt en dan wou je ermee naar bed. En dan wilde ik in ieder geval dat ze luisterden naar mij en dat ze mijn teksten voor... Ja. Maar ik denk in alle... Zelfs in alle ernst, dat is eigenlijk een van de redenen waarom dat ik Zuiderzinnen zo waardeer. Omdat het mezelf uit een cocon heeft getrokken van... Goh, eigenlijk enkel schrijven voor de vrienden en voor het hip en cool volk. Ja, ja. Terwijl daar al... Het idee kreeg van misschien kan ik ooit wel eens voor een breder publiek schrijven. Oké. Ja. Dat is interessant, want ik ben ook zonder dat Jeroen dat weet bezig aan zijn biografie, dus dat ga ik dan ook onthouden. Hier is Valerie de Groot, ik ken jullie ook, dat is een van mijn oervriendinnen. Hoewel we elkaar nu minder vaak zien, wat doe jij precies bij Zuiderzinnen, Valerie? Ik doe de vrijwilligerswerking, dus als er mensen last minute nog willen komen helpen, kan dat uiteraard. En wat voor werk is dat dan? Wat kunnen ze dan komen doen? We zoeken mensen die dat tappen, voor het Museum van Schone Kunsten onder andere, maar ook mensen die het onthalen van het publiek en de artiesten doen op de verschillende locaties. Dan moet je durven, hè, zomaar een openbare oproep doen om tappers, want dan ga je veel alcoholiekers aantrekken, denk ik, hè, die eigenlijk niet kunnen tappen. Het is wel de bedoeling om pas achteraf te beginnen drinken en niet tijdens het tappen. En worden die mensen gescand op hun kwaliteit? We gaan die een korte opleiding geven voordat ze starten, zodat er wel mooi getapte pintjes. Ja, voilà. Dus je kunt zelfs een sollicitatiecursus bij Valken komen volgen. Goed, ik ga er onderhand mee ophouden, denk ik. Trouwens, ik ga terug naar huis, want ik wou hier eigenlijk alleen maar opdagen voor de fotoshoot. Want ik heb nog ook extreem veel werk aan mijn kop. Hier is de Gazette van Antwerpen. Daar ben ik toch blij dat ik hier ben. Dat is namelijk Ilse de Wever. Dag Ilse. Hallo. Waar kom je vandaan? Van thuis.
je begint nu pas met werken. Nee, want je kunt thuis ook werken natuurlijk. Dat zeg ik nu. Ik ja. ben al van 8 uur bezig. Al van 8 uur bezig zelfs. Allee. Bedankt dat je er bent, Ilse. Dus dat is Ilse van Gazet van Hand. We hebben zij gehad verslag uitbrengen van Zuiderzinnen. En dan kun je wel denken van waarom is niet de Telegraaf hier? Omdat natuurlijk Zuiderzinnen wel een, ja, een zeer Antwerps ding is, hè. En ik vind wel dat de Telegraaf daar ook verslag van moet uitbrengen. Maar de Telegraaf zelf vindt van niet. Want dan zeggen die van, die willen dat ook wel doen. Maar bij de Telegraaf weten ze, als we nu verslag uitbrengen van Zuiderzinnen in Antwerpen, dan moeten wij ook van de lammetjes Martin Zoersel gaan beginnen verslag uit te brengen. En dan is het einde zoek. Wat een bijzondere glasramen. Dat zijn dan toch vernieuwde glasramen, lekker modern. Nora de Smet zegt, wij komen. Ik hoop, Nora, dat je bedoelt dat je naar Zuid... Naar, eigenlijk niet naar Zuid, maar dat duurt nog lang. Ik hoop dat je bedoelt dat je naar de Dinsdagclub komt. Paul Hormans zegt ook... Nee, zegt dat hij zondag komt. Ja, maar je, Paul, jij bent er natuurlijk ook dinsdag, hè? Ah, dag Jeroen. Ik zal jouw groeten doen aan Jeroen. En Michael Withagels, die is ook aan het kijken. Ik heb op het moment 82 kijkers. Hè. Moet je toch al zien dat je goed articuleert. Kristallen lusters had ik vroeger ook. In huis. Kijk, het is hier zo stil dat ik me eigenlijk afvraag, mag ik hier mijn atelier niet hebben? Dat is een goed plan. Ja, ik ga je nog een kwartiertje van de kop laten zien en dan fiets ik terug naar huis. Waarom ben ik hier? Omdat ik nu een elektrische fiets heb en het eigenlijk ongelooflijk gezellig. Het is eigenlijk een brommer, maar dan zonder geluid. Het is dus ongelooflijk gezellig flaneren op zo'n elektrische fiets. Oké, tot ziens mensen.